Nou Sven, we gaan even terugblikken naar de wedstrijd tegen NAC Breda. Wat kun je daarvoor vertellen? Ja, dat het wel een lastige wedstrijd was. Natuurlijk een goede ploeg. We wisten wel wat we konden verwachten van ze. Maar ik denk dat ze vooral de eerste helft redelijk tot het goed hebben gedaan. Op zich wel de taken zijn nagekomen die we hebben besproken. Ja. En dan zie je dat je eigenlijk na 0-1 het dan weer open moet gooien. Dat je sneller terug gaat zetten bijvoorbeeld. En dat ze wel meer aan de bal komen. Maar dat soort dingen hebben we eigenlijk alweer besproken gisteren. Beelden nagekeken en... Ja. En vandaar nu naar Den Bosch. Ja, je hebt die beelden teruggekeken en dan ga je analyseren. Wat zegt zo'n trainer dan? Ja, natuurlijk eigenlijk de dingen hebben besproken die wat minder goed gingen. Bijvoorbeeld momenten van uitstappen, vooruit dekken als team. Gewoon wel kleine punten die op momenten beter konden. We hebben het ook heel veel goed gedaan, maar er zijn natuurlijk een paar momenten wat beter konden. En dat soort dingen bespreken dan weer. Oké, okay. Nou, dan gaan we nou vooruit. Andere Brabantse ploeg, maar voor jou denk ik wel een speciale wedstrijd. Den Bosch. Ja, klopt ja. Den Bosch, als het eerste als ik weg ben, speel ik tegen ze. Het is natuurlijk wel leuk om eindelijk weer tegen Den Bosch te spelen en een aantal jongens te zien die ik eigenlijk nog steeds ken. Dus wel wordt wel leuk. Noem eens wat namen op, misschien je directe tegenstander ook of niet? Nee, die niet. Nee? Maar een vriend van mij die er wel speelt, waar ik altijd goed mee kon vinden, Mats Del. Ja, je spitsjes, Horgenam ken ik nog, Ryan Trotman, Meerveld, Valida, al die jongens die ken ik nog, die ken nog heel je erg goed. Ja. Mooi, mooi. Zo'n laatste wedstrijd van het seizoen, is dat nou anders van dan normaal? Nou, niet per se anders, maar je voelt wel gewoon dat je die natuurlijk winnend wil afsluiten. Dus misschien wat extra druk, wil ik niet zeggen, maar wel gewoon die extra spanning en lading dat je die gewoon wil winnen. Ja, natuurlijk liefst normaal met supporters, maar nu ook gewoon voor jezelf als team om het seizoen goed af te sluiten. Dus altijd net iets extra's om ervoor te spelen eigenlijk. Ja, ja. Nou, even iets luchtigs. Hoe zijn de vakantieplannen bij familie Blummel? Nou, vakantieplannen? Ja, ik ben ermee bezig. Ik zou het leuk zijn als ik misschien naar Ibiza zou kunnen gaan nog. Eind mei, begin juni. Ja. Ik hoor dat misschien het reisadvies weer positief gaat. Dus ik hoop dan nog een last minute te kunnen boeken en even lekker een weekje weg te gaan. En dan met de familie of met de vriendin? Ik denk dat we met mijn vriendin samen even, met de vriendin. Even lekker weggaan. Ja. Mooi man. Nou goed, nou, in ieder geval veel plezier dan. Ja, dankjewel. En bedankt. Ja, yes, geen probleem.